het Fok hebben we een keer het parlement bezet. We, ja, natuurlijk niet het Fok alleen, maar dan brachten iedereen mensen mee. En dat was een korte, krachtige actie op een zaterdag in de periode van voorbereiding van verkiezingen, nationale verkiezingen. Omdat wij een stemvrouwactie wilden doen. Wij wilden vooral enerzijds de vrouwen activeren en bewust maken van het belang van deel te nemen aan verkiezingen en zelf uit te zoeken voor wie ze wilden stemmen. En ja, aan de andere kant stelden we vast dat het toch moeilijk was. Wij hadden niet het geld om grote propaganda te maken. Dat verdween in een groep papier. En wij wouden toch via de pers, de journalisten, naar buiten komen en in de kranten en als kon op televisie komen of radio. En het bezetten van het parlement en daar een grote speech over democratie houden en een soort zitting organiseren, was dus ook symbool van de deelname en de behoefte bij vrouwen om volwassen deel te nemen aan het beleid en aan beleidszaken. En uiteraard kon je zien dat de vrouwen in hun politieke opvattingen ook een beetje verdeeld waren, wat heel natuurlijk is. Vrouwen zijn maar de helft van de samenleving en zijn dus even goed over partijen en opvattingen verdeeld. Doordat er een discussie op gang kwam tussen de pancartes die we mee hadden, de papieren die we naar boven hielden met teksten. Van het Fok uit hadden we Stemvrouw, wat open was, wat sick was en wat de nadruk lag op deelname van vrouwen. De linksere groepen die hadden Stem op een linkse vrouw. Want zij wouden niet op andere opvattingen stemmen en ook niet vrouwen ertoe aanzetten om op gelijk wie te stemmen. Dat was tegen hun principes. En nog andere groepen zeiden, hadden een folder bij, stem op een vrouw, maar kies op de partij die je wil.